What up, joh? Vandaag ga ik voor het eerst in mijn leven snowboarden. Hoe kan het nou dat deze batterij leeg is? Ja, we staan nu in de rij om onze spullen te krijgen. Ik ga jullie eerlijk zeggen, ik ben low-key wel een beetje zenuwachtig. Hey, 2 plus 2 is 4, minus 1 is 3, zing weg. Oké, we hebben dus nu de proefles. Je ziet een mooi ding. We zetten nu onze voeten in voor het eerst. En het, we leven. De eerste keer. Heb je staan met je armen? Ja, dat zie je echt niet meer daarom. Hier is Anouk, haar eerste keer snowboarden. Oh, daar gaat ze. Daar komt Anouk. Gewoon clean. Kijk, ze voelt het. Ja hoor, dat is Anouk haar eerste keer. Oh, hier ligt nu eentje op de grond. Ryan gaat ook zo meteen nog, dat wordt ook nog wat. Ryan gaat het al de hele tijd fout. Alright Ryan, daar gaat Ryan. Ja. Nou, zoals je zag, tot nu toe gaat het toch wel zo goed. We hebben nu even een kleine pauze. Hallo. Hallo. We hebben nu een kleine pauze, kijk, eten. Lekker. Ik had even eerst het eten moeten... Ga lekker bij open zitten. Wow, wat is dit nou? Winter. Heb jij voor ons zometeen tips om voor snowboarden? Want wij hebben zeg maar net dus een les gehad waarbij we niet hebben leren sturen, niet hebben leren remmen. Wie is dat geweest? Nou, niet helemaal. Nee. Oh my god. Oké, maar Binte. Niet doodgaan. Hallo mensen van de Barend Vlog. Als je nu niet gaat abonneren, dan gaat Binte kotsen in je kont. Alright, dan gaan we weer. Tweede keer naar de pauze. Ja, eigenlijk moet je dus omdraaien. Maar ik denk dat ik gewoon nu op ga staan. Oké, we gaan. Oh, ik ging op mijn mel, maakt niet uit. Oké, wacht, nu gaat het goed. Fuck. Oké, ik ben 3 keer op mijn mel gegaan nu. Het gaat super. Ik ga even zonder GoPro oefenen, jongens, want het is moeilijker met de GoPro in je hand. Dat is echt eerlijk. Hallo, Okke die gaat het nu filmen. Ga je met mij mee? Oh. Huh? Ja, ik glij met je mee. Mooi man. Ik weet het, ik moest de andere kant op sturen, maar ik had geen ruimte of zo. Yo, maar wij zijn nu net klaar. Mijn GoPro viel uit terwijl ik aan het filmen was. Dus ik heb eigenlijk heel weinig snowboard footage zelf. Dus ik denk dat ik deze vlog moet gaan vullen met hetgene wat we hierna gaan doen. Maar het was wel erg leuk. En het ging eigenlijk best wel verrassend goed. Ik kan het beamen. Het ging best goed. Ja. Ja, het was super leuk. Nu moeten we gaan kijken wat we gaan doen. We zijn nu ineens in een random, de grootste shoppingmall van Nederland. Wij gaan dus nu gewoon random rondlopen in deze enorme supermall. Ik wilde cookie dough hebben. Ryan wilde cookie dough hebben. Maar toen zeiden ze, nee, wij zijn dicht. No more cookie dough. Dus dat is echt heel erg jammer. Maar het is ook echt 5 over 8 of zo. Dus het is wel echt balen. Larissa gaat even poepen. En daarna gaan we naar het arcade hall. Yo, dit is almost normal in een spaceship. Moet je kijken, het lijkt echt alsof ik in een spaceship shuttle zit hier zo. Wij zouden dus naar Game State. Maar we zijn gevloerd op een bankje 2 meter voor de Game State. Dus daar zitten we nu echt al een half uur of zo. Maar nu gaan we wel naar de Game State. Doei! Oké, Ryan, zonder grappen. Ja. Als ik jou straks heel lief aankijk. Ja. En de missende punten voor die Hot Wheel. Durf jij mij die missende punten te gunnen? Weet ik niet. Ik bedoel, I don't know. Ik je hebt 9000 punten, hè? Weet ik, maar ik ben aan het sparen voor de 10.000, gast. Dat ik 10.000 punten zelf heb. Oh, snel scherp. Goed zo. Noxie, die ontzettend hard gooit, maar niet juist. Je ziet het vanuit mij almost gooien. Almost gooit. Almost raakt. Almost hit the target. Maar almost is niet helemaal. Dat je deze vlog leuk vond. Dankjewel voor het kijken. Dan is er nog maar 1 ding te zeggen zoals altijd. Like, abonneer, reageer. Yo, Barend, let eens op de weg. En tot de volgende keer. Dit is het kutste ooit. Gaat echt gewoon helemaal goed. Oh!
Hij zat net echt super chill. Hij zat echt goed vast. Ook. Moet je niet gewoon zo'n ding halen hier ja, zo? Ja, ik had zeg maar, kijk daarvoor in dat voorvakje. Ik had zo'n ding voor op het raam. Ja, dan is dat plakding gewoon op. Oké, hoe zet ik hem uit? Je bent ook aan het opnemen ook. Echt?